Why I love this book. Dit is een boek dat u allemaal moet gelezen hebben. Het is heel toevallig een boek dat ik zelf geschreven heb. De korte versie van de titel is Wij zijn evenwijdig. En de lange versie is Wij zijn evenwijdig, raken elkaar in het oneindige en we rennen. Het is een boekje dat bestaat uit 200 kleine blokjes die je kan lezen als korte gedichten. Maar je kan ze ook lezen als één lang, onsamenhangend verhaal. Of ook, en zo staat het ook op het achterflapje, een kleurrijke optocht van droevige mop. Ik moet u wel waarschuwen dat de kans groot is dat als u het boekje leest, u zult verdwalen. Want ik heb er ook voor gekozen om geen paginanummers in te voegen, waardoor ik zelf eigenlijk ook heel vaak de draad verlies. Als u eigenlijk alle antwoorden op het leven al kent, dan is het misschien wel een idee om het laatste stukje te lezen. Dat bestaat uit een aantal open vragen, zoals bijvoorbeeld: wat doen we met hen die niets te vertellen hebben en toch op het feestje zijn? Wat doen we met de misselijke kleuter? Hij is echt heel misselijk. Wat doen we met de jongen die zijn vuisten gebald houdt alsof hij voortdurend handremmen dichttrekt? Wat doen we met de vrouw die plots achter mij staat, haar handen over mijn ogen legt en zegt: je kent mij van ergens en je mag kiezen van waar.